Hallo allemaal en welkom bij Spraakmakend Weer. De plek waar we de drie meest spraakmakende weersverschijnselen van de afgelopen week voor jou op een rijtje hebben gezet. En de nummer drie van deze week heb je niet kunnen missen. We hebben in Nederland namelijk te maken gehad met een extreme hittegolf. En er zijn meerdere weerrecords gebroken. Zo heeft de hittegolf een recordlange reeks aan aangesloten landelijk tropische dagen. Eind deze week sloeg het weer plaatselijk om naar noodweer en dit leverde na spectaculaire beelden ook overlast en schade op. De onweersbuien leidden tot wateroverlast en op sommige plekken zorgden valwinden voor ontwortelde bomen. En de nummer 2 van deze week is de derecho in de Verenigde Staten. Een derecho is eigenlijk een hele lange buienlijn met op grote schaal zware windstoten. Een derecho kan soms wel 1000 kilometer lang worden en heel veel schade aanrichten. Onder andere in Chicago werden windstoten gemeten van boven de 160 kilometer per uur. Er werden zelfs daken van huizen afgeblazen. En het meest spraakmakende fenomeen van deze week zijn de overstromingen in Griekenland. Deze zijn op het eiland Evia in het zuidoosten van Griekenland ontstaan door hevige regenval. In totaal viel er evenveel regen als normaal in een half jaar tijd. Er zijn tenminste 8 dodelijke slachtoffers te betreuren. En dat waren ze alweer, de drie meest spraakmakende weersfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer. Doei!